lopen. Ja. Wat een oh, dat is al een beer hoor. Ja, ja, zij is de grootste. Ja. Ik heb nu toe gefokt. Ja. Ja. We hebben nu 31 pups gehad. En zij is echt het grootste. Ja. Tjoh, hartstikke lief. Maar ook heel lief als zij. Ja. Ze gaan boeven streken, maar wel heel rustig tegen. Heel tevreden. Oh, zo'n tikkie. Ja. Oh, zo'n tikkie. Dossie, Dossie, wat doe je man? Hé. 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 Kom maar. Je rijdt niet eens over zijn man. Kom maar. Het is een vrouwtje hoor. Ja, zie je wel. Het is een mevrouw. Hey, meisje. Ja, zie je wel. Een meisje doen hè. Ja, je bent braaf hoor. Dossie. Hey, wat een mooie haasjes hè. Ja, mooi. Zal ik ze eens heel bak of zal ik ze... Ja, ja, dit zijn mooi hè. Dit zijn kophaasjes. Moet ik ze halveren? Dan zijn ze wel vlug en gaar. Ja, hè. En dan hebben we... Het komt gewoon wel op, hoor. Ja, hè? Maar dan zijn ze wel gauw en gaar. Dan zijn ze niet van binnen zo roze. Zo, snap je? Ja, ik het door. Kijk, die twee gaan wel. Maar deze is ook puur dik, hoor. Toch? Ze zijn wel verschrikkelijk mooi. Ja, ze zijn mooie hazes. Kopen we gewoon bij de FOMAR in de aanbieding altijd. Nou, dat moet je niet zeggen. Dan moet je zeggen, daar heb ik flink geld voor betaald voor deze dag. Nee hoor. Dat valt wel mee. Nou. Weet je wat ik ga doen? Nou. Een glaasje pakken. Ga lekker een glaasje pakken. Je weet het te staan. Ja. Het mag eraan komen, hè? Je mag eraan komen. Waar vroeger dat het ziekenhuis was, dat was toch? Oh ja. Dat. Kraamkliniek. Bij de Paul Kruijstraat. Ja. En ik denk, nou, ik ga even een kort pauze, want ik moet even het karretje. En ik loop zo, ik krijg nou wat, jongen. Al die huizen waren verpleiten. Hij vindt het wel leuk, want ik zeg een keer tussen Martin, nou, dat is Dirk. Ik zeg, oh, Dirk, de paal moet zeggen. Paard? Ja, hij zegt het paard. Ja, ik kon hem niet anders. Ja, ja, ja. Dat weet ik veel. Nou, Dirk en Olga ook nog even de groeten. Dag Dirk. Dag Dirk. Dit is Jacob. Dit is Jacob van ja. De Watermunstraat. De veteraan in een biljart. Dat zou weer zijn, want dat is niet mooi. Dirk. Ja. Wat zullen we tegen Dirk zeggen? Nou, je moet tegen Dirk zeggen. Dirk, ik vind het heel leuk dat je me nog steeds mist op de biljartclub. En ik kom zeker nog eens één keer kijken. Ja. Nou, dat moet je zuster van mijn verhaal. Ja, Dirk, als je weet hoe ik in elkaar zit, dan wordt de kans toch heel klein hoor. Dat ik ooit nog een keer op de club kom. Maar zeg nooit. Zeg nooit. Je weet het maar, het zou altijd nog kunnen. Ja, de hartelijke groeten. De hartelijke groeten van Jaap van en Ada. Jek de Ripper. Jek de Ripper, ja. Jek de Killer. Hey, Jek de Killer. Jek de Killer toch? Nou, hartelijke groeten van Alme Kobus. Inderdaad, jij moet ook even wat zeggen, want Olga vindt het ook leuk. Ja. Want die kent jou ook goed. Ja, Olga ken ik wel heel goed. Zeg eens wat tegen Olga. Daar doe je mijn werk. Hoi Olga. Hoi Olga. Ik heb gehoord van Edna dat jullie zo'n hele leuke vakantie hebben gehad. Waarom mocht ik niet mee? Ik wil ook een keer mee, Olga. Dan gaan we nog een keer die boot huren. De hartelijke groeten van Ada.